Toen zij een keer toen ik bij Clemens stond en toen zei hij Pimofax shit. Pimofax shit? Ja. Dat is echt en heel erg. Pimofax. Check mijn room service. Check mijn lunch. Cauliflower. En truffelfrietjes. Ik hou zo erg van truffelfrietjes. Hé, hey, deze mayo heb ik wel heel snel op hoor. Vlog hier net geüpload. Dat was op mijn laptop. Ik ben heel blij en trots, want ik zou eigenlijk geen vlog plaatsen. Als dus schrijf kan, geen vlog deze. Dat heb ik toch gedaan. Yes. Zo'n inkakker. Dus ik ga even koffie halen bij Pluk. Ik hoop dat er plek is. Leuk dit. Echt heel leuk. Ja, dit ook. Volgens mij zit ze vol. Schattig, dit kun je dus als je gaat slapen, voordat je gaat slapen, vul je dat in. Met hoeveel personen en hoe laat je ontbijt wil hebben. En dan krijg je een klein zakje met sap van stag en een banana en yoghurt. Dus dat had ik al even uitgepakt, jongens. Ik heb alleen een event van H&M zo meteen. Ik ga even naar huis omkleden. Doei. Hey jongens, daar ga ik dan. Dit is vandaag mijn monkey. Levi's jasje, Balenciaga t-shirt en een H&M broek. Mijn Agnes shoes. Dit is een beetje rustig. Ik ga naar huis en omkleden en dan moet ik precies weer hier zijn. Maar ik kan mijn spullen niet meenemen, want ik had al zoveel. Dus ja, beetje dom. En dag kamertje. Lijnbaanstraat. Maar ik heb hakjes aan, dus ik moet heel voorzichtig gaan schuiven. Deze heb ik vandaag ook aan. Ik voel me helemaal gek dat ik weer buiten ben. Ik ben mensen schuw geworden, maar ik ben er. Dit is maar één. Oh, maar één eet. Dus die Sanne. En we hebben een soort van all you can grab. Echt alleen maar lekkere Japanse hapjes. Waarom Japans? Omdat de collectie Japans geïnspireerd is. Ja. Ja. Deze print ook. De print. En een beetje kimono-ish. Inderdaad. Het is echt leuk om weer even eruit te zijn. Ik heb net ook helemaal niet mijn outfit laten zien. Ik zal het wel even doen. Let even niet op Elena had boodschappen gedaan. Dit is mijn lookie. Dit is het geworden zo. Ik vond het heel mooi dat rood met dat roze. Dus deze Celine tas heb ik weer uit de kast gehad. Oh, dit is wel echt. Dit is best wel echt mijn look, man. Zouten nou. Kijk hier, dit zo. Dit. Hè? En dit zijn mijn nieuwe Balenciaga laarsjes. Die zijn wit. En een hak loopt naar binnen. Ze zijn iets... Oh, oké. De prijs nog. Oké. Ik heb er dus heel funky. Funky, but sexy, but funky. Ik heb er gewoon een spijkerbroek onderaan. En ik vind dat zelf heel leuk. Vond ik heel creatief van mij. En goed gevonden. En hij is eigenlijk super lang. Dus ik heb er een ceintuur om een middel. Maar dan wel hem helemaal zo gepoft eruit, weet je. Zodat je hem niet verder ziet. Dus dit en ik had het sterfscout. Grapje, wat op. Excuus alvast voor het liedje. Dat, ik had hem op shuffle gezet. Ik heb geen zin om op te staan. She said, oh nana. Alleen had raps gemaakt gisteren voor zijn collega's. En uiteraard zit ik aan de leftovers. Oh, ik word echt weer dik. Ik moet echt even gaan opletten. Een chilisaus erop gooien. Ja man, dat is volgens mij wel een fucking goed idee. Maar ik heb alleen die Thaise shit. Misschien is het een beetje raar erbij. Ik ga die shit gewoon proberen. Hey! Ik ben wel lekker erbij. Ik heb een pakketje gezorgd. Dit is, ik word volgende week 31. Volgende week ben ik jarig. En dit heb ik mezelf cadeau gedaan voor mijn verjaardag. Ik hoop niet dat Alain me kilt. Nee, dit mag ik mezelf gewoon cadeau. Schoenen van Stemmer. Ik hoop dat ze me passen. Kijk hier ook hoe dit is ingepakt.
nice. Oh, ze zijn fucking top! Kijk hoe cool ze zijn! Yes! Oh my god, ik wil dat deze nooit vies worden. Ze zijn fucking zilver. Oh, wat zijn ze cool, man. Ik snap dat sommige mensen dit niet mooi vinden misschien, maar ik vind dit geweldig. Misschien wel zonder sportsokken. Like it. Ik moet ze alleen even anders combineren. Gekke sokken. Kijk, dit is al een stuk beter. Gewoon met gewone enkels. Laat maar het vastmaken, boy. Laat maar die dingen vastmaken. Pap, 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 pap. Te blij, sorry. Ik was even te blij. Ik heb me even omgekleed. Want het is super koud. Dus lekker warme teddy. Ja, mijn muziek is niet best vandaag, sorry. Ik ga naar de opening van Arquette op het Koningsplein. Die winkel heb ik dus gezien in Denemarken. En het is me echt bevallen, dus ik ga even kijken wat ze hebben. Met de snelheid van licht kom ik naar jou. Hoi, achter mij is Arquette. Waarom het niet zou werken voor ons, wat het werkt voor mij. Ik ben het hart, 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 voel het in mijn hart, hart, hart. Hoi Tess! Ja, ze hebben gewint, hè? Niet normaal. Deze aan, maar ik vind wel dat het een maatje kleiner mag. Nog gewoon een beetje strakker. Dit is wel iets wat gewoon strak mag zitten. Of willen we hem losjes? 90 euro. Dit is de tweede. Die is heel dik. Maar hij heeft ook een leuk detail. Hij heeft ritsjes. Ritsjes. Het is wel lekker als hij zo dik is. Vooral als het zo koud is vandaag. Trippy music wel. Wat doen jullie gek? Ik heb jullie echt gemist. Wij gaan naar de supermarkt. Naar buiten? Naar buiten. Wij gaan naar de supermarkt. En ik kan bijna niet praten, want het waait en het is super koud. Dus Kai, Kai zit voorop. We gaan. We gingen de choreo even leren van Vanessa, maar het is geen tutorial. Het is gewoon, kijk maar naar hoe zij het doen. Misschien kunnen we mee proberen te doen. Ja, dit is moeilijk, man. Ze gaat zo snel, man. Gaat zo snel. Waar is nog dingen dan? PlayStation. Ah, hier. De game van de PlayStation. Nou ja, ik heb niks geleerd. Deze bloemen heb ik trouwens gekregen van Victor en Rolf. Wat? Mooi hè? Deze bloemen die ik heb gekregen. Richard en Rolf? Nee, Victor en Rolf. Het is een gemene zon. Na 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 na. Kijk, zo maak je een snelle regenboog. Ik wil ook eens doen. Ja, allemaal op het blaadje. Maar mislukt. Vasco da Gama. Even maar kijken of die wakker is. Nee. Ik heb hem gehoord, hè? Nee hoor, dat was deze. Kun je wel even deze wegbrengen en zijn aapje brengen? Ja, heel zachtjes. Sst. Heel zachtjes. Close your eyes. Look at that.
Mondje voor. Ik ga even kijken dit laten zien van Arquette. Want dan weet je wat daar allemaal te krijgen is. Deze heb ik voor Lenny gekocht. Het is wel paars. Vind je het erg? Ja. Ja? Zou je nooit iets paars aan doen? Nee, dat ga ik echt niet doen. Dat ga ik niet doen. Ga ik nooit doen. It's the hard knock life for us. Maar het zou heel mooi staan. Kom, we gaan kijken. Hey! Dit is voor mezelf, een colletje. See-through. Tanktop. Nude-ish. Deze is voor Kai. Kijk of die ook mij past. Nee. Kijk ik niet. Ja. Nee, is echt te klein, schatje. Je bent al zo groot. Dan ga ik die scheuren. Ja. Leuk jasje voor Kai. Deze voor Kai. Kijk, we moeten meters maken, Len. Meters. Eén. Beetje oranje. Oranje met blauw. Is een hele mooie combi. Is een heel fijn. Fijne combinatie. Aha. Dit wat is dit? Nee, ik kan je dit lezen. Wacht, we gaan het lezen. Ja, ik ga het lezen. Maar we moeten ook aan de kijker even laten zien. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Nieyoaki. Oaiwa. Eeuwaiya. Mooi hoor. Oh ja, bolle, bolle, stammen lang. Dit heeft Lenny gemaakt. Het is art. Is het een dino? Nee. Is het een kip? Een kameel? Het is een eenhoorn. Oh, het is een eenhoorn. Mag ik een nieuw blaadje? Seafood met heel veel groenten en biefstuk. Laatste van de week. Ik heb vandaag aan mijn boek gewerkt al een beetje. En nu heb ik een meeting. Dus ik ga. Ik heb meteen mijn Arquette dingetje aan. Arquette. Arquette, ik weet niet hoe het uitspreekt. En een Levi's broek. Deze kan ik echt aanraden, man. Ik weet niet welk type het is, maar ik denk een skinny 501.
En mijn acne shoes. Deze gaat erbij. En een teddycoat. Kijk, qua kleur niet heel gezellig, maar ja, je hoeft niet altijd, hè? Je hoeft niet altijd helemaal schreeuwerig. Oh, baby. Ik mis Alain. Hij is gewoon nooit meer thuis, man. En ik ook niet. Die jongen, die kleine gozer van me. Opgehaald. Ja. Gezellig. En nu gaan we Lenny halen. Ja, het is super koud. Super koud. Maar dat is show. Het ding is, Lenny heeft vandaag een pop gemaakt op de BSO. En als je een pop hebt gemaakt, wat heb je dan nodig? Een Popkast. Popkast. En wij hebben geen popkast, maar we kunnen wel een poppenkast. Maken. Dus ook al is het etenstijd. Nee. Niet, Kai? Dus ook al is het etenstijd en bedtijd en douchetijd, gaan wij wel mooi die poppenkast even realiseren, Ellen. Ja, ik moet mijn naam schrijven. Rob. Oh ja, ja, dat is ook belangrijk. Hiervan gaan we de gordijnen bouwen. Dat is een oude rok van mij. En hiermee kunnen we het een en ander binden. Ga je wel helpen of niet? Ja. Oké. Oh, ik ben gewoon mijn kaartje vergeten te knippen. Misschien heeft iemand dat gezien. Hey, als we de poppenkast hebben, moeten we dan hier... Nee. Ik had een meeting met iemand, met Jeroen. En misschien heeft Jeroen dat gezien. Ik zou dat nog weghalen, maar ik was het vergeten. Die gespierd is. Gespierd, Jeroen? Ja, laatst op de computer had gezien. Hij zijn vandaag bij de opvang van zomaar Pimo's. Wie? Wie? Zijn. Die heeft gewoon Pimo shit fuck gezegd. Wow, maar dat is echt heel erg. Dat is echt erg. Dat is geen nette woord. Dat is geen nette woord. Hunter zei een keer toen ik bij Glaban stond en toen zei hij Pimo fuck shit. Pimo fuck shit? Ja. Dat is echt heel erg. Pimo fuck. En hij van Pimo fuck. Ja, en Hunter zei ook een keer fuck you. Dat is echt geen taal. Jij zegt dat niet, toch? Nee, ik zeg dat nooit. Dat kan echt niet. En jij zei ook een keer fuck you. Dat kan echt niet worden. Nooit. Nee, high five. En ik dacht mag alleen grote mensen zeggen. Alleen fuck you. Oh, fuck you. Ja, dat mag jij niet zeggen. Dit is de poppenkast. Dit. Nou ja, doe jij maar. Ik ga koken. Ik ga je pannenkoeken maken. Mensen mogen zich opgeven. Ja, dat mag allemaal. Nee, dat mag er niet meer. Stel in. Het is echt onverwachts gezellig geworden zo. Ik ga het eten met Birgit. Dit is de outfit. H&M. Maars. En Stella McCartney. Oké, doei. Een beetje vroeg, wacht Birgit. Birgit heb ik super lang niet gezien, dus ik heb er zin in. En we gaan zo ons lekker zetten zoeken. Jan heeft een nieuw menu. Hey Beer. Hallo. Wat heb je daar voor lekkers? Tonijn, tartaar. We're twinning. Maar niet helemaal, want jij zegt zonder pizza. Jongens, hallo, live vanuit de kinderkamer, want daar heb ik beter licht. En ik ben ijdel, je weet zelf. Dit was hem, het einde van de vlog. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik vond hem zelf fucking gezellig. Dus ik hoop jij ook. Vond je dat ook? Doe een duimpje omhoog. Vergeet dat vooral niet.
En vergeet de girl ook niet te feliciteren, hè, woensdag. Ik ben jarig. En ik ben echt zo'n aandachtsgeide chick die het heel leuk vindt om jarig te zijn. En ik vind het ook echt oprecht heel leuk om felicitaties te ontvangen uit onverwachte hoeken, weet je wel. Videoboodschap van Matthijs van Nieuwkerk of Leonardo. Kom je me tegen? Spreek me vooral niet aan met u. Want de girl wordt een dagje ouder en het wordt steeds gevoeliger. Als je me ziet in de supermarkt en ik koop alcohol, vraag vooral altijd om mijn legitimatie. Heel belangrijk. Nee hoor, geitje. I don't mind. Ik word oud. Maar ik ben net als wijn, zegt Alain, weet je. Ik word steeds lekkerder. Tot volgende week.